Welkom bij Een Oorlog Reeds Verloren. Afgelopen vrijdag hebben wij het genoegen gehad om een aantal van de mensen die naar onze vlogs en podcasts en berichtgeving kijkt, om dit te ontvangen op het Scheveningse strand en met hen van gedachten te wisselen. Dat was deel 1 van de meet and greet. Eerst zijn zij naar ons gekomen, hebben daar een paraplu en een sticker in ontvangst genomen. En dan denkt u, goh, een paraplu en een sticker, wat heb je nou aan een paraplu en een sticker? Dat zal ik u zo vertellen. En we hebben met hen van gedachten gewisseld. De reden dat we dit georganiseerd hebben is niet omdat het nou zo allemaal zo gezellig is en zo fantastisch om elkaar te ontmoeten. Maar omdat wij zien dat er behoefte is in heel Nederland bij mensen die anders denken dan wat de NOS, RTL Nieuws, de Nederlandse kranten, de mensen berichten. Mensen die zeggen van, goh, we hebben meer vragen, we hebben andere vragen en we willen dat met elkaar kunnen bespreken. De basis van de wetenschap, vragen stellen bij datgene wat jou als waarheid wordt verkondigd. We hebben die behoefte gezien. De afgelopen maanden is die gegroeid van mensen om met elkaar van gedachten te wisselen en elkaar te ontmoeten. Maar mensen vinden elkaar niet altijd. Er is kennelijk wat schroom en schaamte om anders te denken. Het feit dat wij in een open en democratische samenleving die cultuur hebben, dat het raar is of dat de RTL zegt, hoe ga je om met complotdenkers? Daarvan zeg ik het volgende. In ieder geval zit in de term complotdenker nog de term denker. Want dat kun je niet zeggen van degene die klakkeloos informatie door hun strot geduwd krijgen en daar geen enkele vragen bij stellen. En niet gaan nadenken van, goh, als dat mondkapje medisch gezien niet werkt, waarom gaan we dat dan dragen? En als we dat moeten dragen, zijn we dan onderdeel van een of ander sociaal experiment? En goh, zijn die mondkapjes dan niet het teken van het mond doodmaken? Mensen nemen het klakkeloos over. Ik zeg het volgende tegen mensen die zeggen, u bent een complotdenker. Ja, tenminste hebben wij nog de eer om beticht te worden van zelf nadenken. Want dat kan ik de meeste journalisten en de meeste mensen die wat de journalisten hen voorschuiven als zoete koek slikken, niet nageven. Nadenken. En dat is verdrietig. Dat is verdrietig. En omdat wij nog genoeg mensen hebben, en dat was heel hoopvol afgelopen vrijdag, dus ik wil iedereen die gekomen is bij deze van harte danken voor de komst. Voor de geweldige sfeer die mensen hebben neergezet. En mensen gaven ook aan van, maar wacht even, wij hebben nu zo'n paraplu. Dat lijkt misschien iets heel kleins, maar dat is zeker omdat daar een symbool van geweldloosheid en liefde voor vrijheid op is afgedrukt, geeft dat die verbinding aan tussen ons. En we hebben al eens eerder gezegd, eendracht maakt macht. Dus wat hebben we gedaan? We hebben dat logo ontwikkeld. Een schildpad. Die staat voor geweldloosheid. Voor het lang uithouden. Voor het langzame proces waar we met z'n allen in zitten. Het feit dat we ook geen haast hebben. Het feit dat we non-aggressive zijn. En op de schildpad staan de vier elementen. Omdat we zo van de aarde houden. Omdat we zo verschrikkelijk van onze aarde houden. De plek die wij ons thuis noemen. Deze schildpad staat voor de langzame weg over ons thuis, terug naar huis. In het midden staat het teken voor de onsterfelijke ziel. De overgang van deze wereld naar een volgende. Geboorte en dood als onlosmakelijk deel van het leven op aarde. En feitelijk is dat teken in het midden van de schildpad ook mijn verzoek om het eeuwige leven zelf te mogen beslissen. Zelf te mogen beslissen of wij wensen te leven en te sterven en weer geboren te worden en weer te sterven. En of dat nu is middels reïncarnatie of het krijgen van kinderen en het krijgen van gezonde kinderen en het mogen opvoeden van kinderen naar eigen eer en geweten
Al die symboliek hebben wij geprobeerd te vatten in dit symbool, in deze sticker. Deze stickers die zijn nu bij de mensen die afgelopen vrijdag zijn geweest. Daar zijn ze te vinden. En we zullen ze in grote getalen drukken en de mensen meegeven die bij ons komen. Misschien maken we ze beschikbaar om tegen portokosten en drukkosten om ze te bestellen. Zodat u thuis zegt van ik plak hem ook op mijn computer, ik plak hem op mijn auto. Als teken dat als je over de snelweg rijdt en je ziet zo'n schildpadje voorbij komen, dat je weet, hé, daar gaat iemand met wie ik van gedachten kan wisselen. Iemand die bereid is zelf na te denken. Afgelopen vrijdag was deel 1 van de meet and greet. Voor de mensen die geweest zijn en die het nog niet weten. Deel 1 van de meet and greet was dat de mensen naar ons toe kwamen. Dat is niet omdat wij nou zo belangrijk zijn, maar dat was omdat er zoveel mensen bij elkaar gebracht moeten worden. De verbinding in Nederland is belangrijk. Het is belangrijk om samen op te trekken. Wij willen graag dat lokaal mensen met elkaar gaan afspreken en in vrijheid met elkaar kunnen praten over dat wat er in hun levens gebeurt. Dat ze in vrijheid onderzoeksgroepjes kunnen maken. Wat gebeurt er in hun gemeente? De regelgeving wordt volgens het verdeel- en heersprincipe door de centrale overheid verdeeld over veiligheidsregio's en over de burgemeesters. Dat betekent dat mensen lokaal, aangestuurd misschien door iets centraals, als er brieven verschijnen, brieven delen met elkaar. We hebben nu heel veel platforms, er is veel tegengeluid, gelukkig. Er wordt veel kritisch nagedacht, dank daarvoor. En als we dat bij elkaar brengen, mensen met elkaar, heb je dit gezien? Heb je dat gezien? Maar op lokaal niveau, waar ze elkaar nog kunnen bereiken en waar ze elkaar kunnen treffen, als we eventueel in de toekomst ooit weer dit soort gekkigheid kunnen verwachten. Iedereen maakt zich daarover zorgen. Wij zijn het voor. Wij bundelen de mensen. We zetten ze bij elkaar. Deel 2 van het verbinden wat wij proberen, is dat wij nu naar die mensen toe gaan. Voor de mensen die de meet and greet hebben bijgewoond, dat was pas deel 1. Deel 2 is dat wij nu naar u toe komen. Dat is onze plicht, omdat u de moeite heeft genomen om naar ons toe te komen. Wij proberen in kleinere groepen met u te praten en u bij elkaar te brengen. En dan ziet u eerst op provinciaal en daarna op lokaal niveau, dit is wat het is. Dan zeggen mensen, hé, dat lijkt een politieke partij. Nee, dat zal het nooit worden. Wat het wordt, is iets waar in vrijheid mensen samen kunnen komen. Want het is die vrijheid die in het geding is. Het schildpad als teken voor de liefde voor de vrijheid, de geweldloosheid en de gewenste bescherming bij die vrijheid. Want dat is de zekerheid. En het is alleen maar het hameren op veiligheid en bescherming van onze overheid waarmee ze onze vrijheden afpakken. De schildpad is een vrij dier en hij heeft de nodige bescherming. Het gaat in het leven om balans. Een balans houden tussen een vrij leven en de nodige bescherming om te kunnen leven. Te kunnen bestaan op deze aarde. En dat doen we met elkaar, want wij mensen zijn sociale wezens. En ik was heel gelukkig afgelopen vrijdag, want ik zag veel mensen die met elkaar in gesprek waren. Wat gingen drinken, wat gingen eten. Mensen die ze niet kenden en die met elkaar zeiden, wacht even, er is iets wat ons bindt. Namelijk die liefde voor de vrijheid. En dat te mogen organiseren is een grote eer. En dat is een eer die ik heel serieus neem. Zo serieus dat wij nu het land doorgaan om die mensen te ontmoeten. En dat we binnenkort hopen dat als wij de volgende brief klaar hebben, mocht deze gekkigheid doorgaan, dat u allemaal hier staat. De brief die we hebben geschreven is in aangepaste versie, komt die beschikbaar. Komende week zullen wij aankondigen op nooit.nl. Als de brief er staat als pdf, mag u hem downloaden, kosteloos. We zullen hem gratis er uiteraard op zetten. U mag doneren, het hoeft niet. U mag hem zo vaak kopiëren als u wilt. Ik heb de brief in de draft zoals we hem afgelopen vrijdag hebben ge-e-maild aan de Tweede Kamer. En ik hoop dat de Kamerleden hem gelezen hebben. Maar in ieder geval zagen we vandaag dat GroenLinks zijn standpunt over de spoedwet heeft gewijzigd naar voorstemmen in tegenstemmen. En dat is hoopvol. Dat is alvast hoopvol. We kregen bericht van de ChristenUnie dat iemand zei, deze wet komt er niet zomaar zonder slag of stoot. Daar werd een voorbehoud gemaakt, maar ook daar zagen we, er wordt kritisch nagedacht. Het zou zo kunnen zijn dat uw parlement daadwerkelijk de moeite gaat nemen om goed na te denken voordat ze zichzelf uit de geschiedenis schrijven. Want dat is wat die spoedwet
Kamerstuk 355-26 de facto is. Een staatsgreep en het einde van de democratische rechtsstaat. Dat mogen wij nimmer tolereren. Binnenkort verschijnt Nooit.nl als verzamelplatform. Binnenkort zullen wij documenten beschikbaar maken via Nooit.nl. En Nooit.nl is ook het platform waar wij openstaan voor verhalen die u schrijft. Daar zit een format aan, dat zullen wij u netjes communiceren. Maar het is belangrijk dat wij met z'n allen blijven nadenken, elkaar blijven inspireren, informatie blijven delen. Want het is die informatie die ons allemaal zo verschrikkelijk sterk maakt. Let goed op, het is met formatie net zoals inspiratie. Inspiratie, perspiratie, transpiratie. Informatie, performatie, transformatie. Dat is één. Voor de voorzitter. En één. Voor de Kamer. En ik hoop dat u thuis hetzelfde wil doen. En deze brief wil opsturen naar de Tweede Kamer en naar de Kamerleden. Dank u wel. Hey, wat is er met van die man? Succes, jongens! Rijkspas bij u? Rijkspas? Ja. Nee, die heeft het niet bij me. Ik heb de portefeuille niet bij me. Ja, maar heeft er geen toegang tot bij me. En waar wilt u dan een brief voor mij bezorgen? Gaan we niet doen. Gaat u niet doen? Nee. Dus dan moet ik weer teruglopen, even mijn Rijkspas halen. Mag je wat? Wat is mijn Rijkspas? Als je hier werkt. Als ik hier werk? Oh, dus... Maar niet gewoon... Als burger mag ik niet de openbare weg over? Nee, dat is vannacht gesloten. Oké, en waarom is het gesloten? Ja, omdat het zo gesloten is vannacht. Door? Ja, door die leiding hier. De leiding, ja. De leiding. En wie is dat? Dat zal de burgemeester. Oké, de burgemeester heeft vandaag het binnenhof dichtgezet. Ja. Maar hoe ga ik de brief dan bezorgen? Ja, we hebben al een afspraak moeten maken, andere dag. Vandaag in ieder geval niet. Een afspraak maken om een brief te bezorgen. Ja, nou, heel vandaag niet. En als ik naar de postbode ben, ja, maakt hij hem niet door? Nee, binnenhof is dicht vandaag. Ja, binnenhof is vandaag dicht, ja. Oké. Okay. Ik wist niet dat dat kon. Ja. Ja, dat toch wel. Oké, okay. Nou, hartelijk dank voor de informatie. Fijn dag. Ja? En een fijne toekomst. Succes. Maak je die op niet een andere manier? Mogen we de brieven niet bezorgen? Dat is lastig. Nou ja, we kunnen hem bij het postkantoor afgeven. Gaan we dat even doen? Ja. Ze missen wat. Hey, tot ziens, hè.